Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze hexagondeken maken en hij is echt heel leuk, want je haakt de randen al hakend eromheen. Dus je hoeft niet naar de rand nog heel veel lapjes aan elkaar te maken of dat je denkt van poeh, hier heb ik geen zin meer in. Nee, je haakt, ja, de eerste haak je nog wel rond, maar dan begin je het gewoon aan elkaar te haken en dan ga je steeds verder werken om een leuke deken te maken. Ik zou zeggen, blijf kijken en ja, we gaan het heel rustig uitleggen, tenminste ik probeer het zo rustig mogelijk uit te leggen en ik zou zeggen, veel kijkplezier. We beginnen met het maken gewoon van lapjes van hexagons. Het zijn, ja, het is gewoon een granny, maar dan met 6 groepjes. Maar we gaan het heel rustig uitleggen en ik zal het helemaal meehaken. En ja, als je deze heel veel lapjes maakt, dan gaan we ze daarna aan elkaar haken. Pas later in de video ga ik ook de halve uitleggen. Dus blijf lekker kijken en doe gewoon mee. We pakken dus de haaknaald nummer 6 met een opzetlus en je pakt eigenlijk best wel een lang koordje, maar je mag zelf weten hoor hoe dat je dat doet. Ik haak meteen dit beginkoordje mee, dus we beginnen met 5 lossen, 1, 2, 3, 4, 5. Dan sluiten we dit rond of deze ketting in de eerste steekje in en je pakt je draad op en je maakt een halve vaste. Kijk, dan heb je al de ring gesloten. Dan pak je je begindraadje gewoon mee en dan ga je er 3 lossen van maken. 1, 2, 3. En dan gaan we 2 stokjes maken en dan pak ik ook weer het begindraadje weer mee en dan pakken we 2 stokjes. Dit is de eerste. Kijk, in het begindraadje kunnen we daar goed aantrekken en afknippen. En dan weer het tweede stokje. En dan pak ik even het begindraadje en die kan ik meteen afknippen, want die heb ik net meegehaakt. Ja, ik hou mijn scharen zo altijd plat op en dan knip ik het draadje af. We hebben nu de beginketting van 3 lossen gedaan, het begin van het eerste toer en dan nog 2 stokjes, dus dit is een groepje van 3. Dan gaan we 2 lossen doen, 1, 2 en dan gaan we weer een groepje van 3 maken, 1, 2, 3. Dan gaan we weer 2 lossen maken en we moeten in totaal 6 groepjes hebben van 3, dus weer 1, 2, 3 en je houdt er 2 lossen tussen, 1, 2. We gaan weer een groepje van 3 maken, 3 stokjes, 1, 2, 3 en dan schuif je dit zo door de ring en dan weer 2 lossen, 1, 2. Nu hebben we 1, 2, 3, 4 groepjes gemaakt. Nu gaan we nog 2 keer 3 groepjes maken, 1, 2, 3 en weer 2 lossen en weer een groepje van 3. Dan weer nog 2 lossen en dan sluiten we de eerste toer hier bovenaan in de derde steek, 1, 2, 3.
En dan zorg je dat je twee lusjes hebt. En dan pak je je draad op en dan haal je door twee lussen. En dan heb je de eerste toer gesloten. En dat is deze toer, kijk. Deze eerste toer met 1, 2, 3, 4, 5, 6 groepjes van 3. En er zitten 2 losse tussen. Dan gaan we nu naar de tweede toer. Maar omdat we hier geëindigd zijn, hier, willen we natuurlijk hier weer in de opening beginnen. Kijk, want in de opening heb je nu in de tweede toer 2 groepjes van 3 met 2 ertussen. Dus je haaknaald erin. En nu moet je die draad dus meenemen door die 1, 2, 3 stokjes heen. Je steekt dus in de eerste of in het tweede stokje, want dit was het begin. Daar haal je je draad op en je maakt een halve vaste. Dus je neemt je draad mee. Je doet hem in het tweede stokje van het eerste groepje, oftewel in het derde stokje, en je haalt je draad ook weer door met een halve vaste. Dan ben je nog niet, dan ga je in die grote opening nog een keer insteken, je draad ophalen, doorhalen en je hebt nu je draad bij de opening. En dan gaan we weer groepjes maken en we beginnen de tweede toer met 3 lossen. 1, 2, 3. Even wat garen pakken. Altijd wel handig. En nu beginnen we met de tweede toer weer met groepjes van 3. Dus we hebben de eerste 3 lossen gedaan. Nu pakken we een stokje en dan pakken we het tweede stokje. En als je deze telt mee, dus dan hebben we nu een groepje van 3. En nu doen we weer 2 lossen. En dan doen we in dezezelfde opening doen we weer 3 stokjes. 1, 2, 3. Dan zetten we 1 losse ertussen. En dan gaan we in de volgende opening weer een groepje van 3, 2 lossen en weer een groepje van 3 doen. Dus we gaan een groepje van 3 maken. 1, 2, 3. 2 lossen. En in dezelfde opening weer 3. 1, 2, 3. Dan 1 losse tussen. En dan ga je de volgende opening zoeken. En dan gaan we weer 3 stokjes in maken. 2, 3. 2 lossen. En weer in dezelfde opening 3 stokjes. 1, 2, 3, 1 losse en in de volgende opening weer een groepje van 3 stokjes. 2 losse en weer een groepje van 3 in dezelfde opening. 1, 2, 3. Nu hebben we 1, 2, 3, 4 groepjes gemaakt. En nu gaan we nog verder met de vijfde en de zesde. 1 losse ertussen. Dan gaan we weer in die opening een groepje van 3. 2 lossen en weer een groepje van 3 maken. 1 losse ertussen en hier weer de laatste, het zesde groepje van 3 stokjes.
en 2 losse en weer 3 stokjes. En 1 losse ertussen. En als het goed is, kijk, heb je nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 groepjes van 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes. En hier tussen zit dan nog 1 losse. Dan gaan we nu de toer sluiten. 1, 2 in de derde. Je haalt de draad op met een halve vaste. Je trekt een beetje aan je draad. Je pakt je schaar, knipt af en je trekt je draad door. En zo maak je heel veel hexagons. En je kan in allerlei kleurtjes doen. Je kan al je bolletjes opmaken. Je kan je kleurtjes opmaken en we gaan hier heel veel lapjes van maken, hoeveel het ligt aan je deken. We gaan ze straks aan elkaar haken, maar we gaan eerst nog een halve hexagon maken en dan zie ik je zo weer terug. We beginnen nu aan de halve hexagon met een opzetlus en omdat dit een halve hexagon is, maken we 3 losse, 1, 2, 3. Dan sluit je niet de ring gewoon, maar je gaat er een stokje in maken. Dus omslaan in die eerste opening, die eerste lus, dus omslaan in de eerste lus. Je slaat weer om en je gaat hier een stokje in maken. Doorhalen, omslaan, door 2, omslaan, door 2. Dus je begint de halve hexagon met 3 losse en een stokje in de eerste opening. Dan gaan we 4 losse maken. 1, 2, 3, 4 losse. En dan gaan we in die opening van die 3 losse en dit stokje, dus dit wordt je opening, hier gaan we een groepje van 3 stokjes maken. Ik zit niet goed, even goed de opening zoeken, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Dit is de onderkant van je halve hexagon. Ik zal het even laten zien. Kijk, dit is de halve hexagon die we nu gaan maken. En we beginnen hier met 4 losse en een groepje van 3. Daar zetten we weer 1 losse tussen en weer een groepje van 3 en weer 1 losse en weer een groepje van 3 en dan sluiten we hier de ring met 4 losse. Maar we gaan nog even afmaken. Dus we hebben gedaan 3 losse en een stokje in de eerste opening, toen weer 4 losse voor de onderkant en nou gaan we een groepje maken van 3 stokjes. Dit is het tweede. En dit is de derde. Dan gaan we, om er een ruimte tussen te krijgen, 1 losse zetten. 1 losse. En dan weer omslaan. En we gaan weer een groepje van 3 stokjes maken. Dit is 1. En omdat het een half is, schuif je een beetje zo je stokjes op. 2. 3. Omslaan en een halve of een losse, sorry. Zie je, dan begint het al op een halve te lijken. Dan ga je weer een beetje je stokjes opschuiven en dan ga je weer 3 stokjes in de opening zetten. 1, 2, 3. Dan gaan we, om die hexagon, die halve te maken, gaan we 4 losse maken. 1, 2, 3, 4 en die sluit je hier in de ring met een halve vaste. Dus je gaat erin, je haalt je draad op en je gaat meteen door.
En dan heb je de eerste toer af. Nu moeten we met onze haaknaald moeten we weer hier beginnen voor de tweede toer. En ik neem de draad mee met een halve vaste. Dus ik doe gewoon even heel los. Je zet hem in deze eerste opening. En je haalt je draad op en je haalt hem meteen door je lus. Dan doe je dat nog een keer. Insteken, draad ophalen en door de lus. En nu ga je hier in die bovenste. Hier ga je nog een keer insteken en je draad ophalen. Dus in die eerste steek, dus in de vierde van de eerste vier lussen, je haalt je draad op en je haalt door twee. Kijk. En dan heb je hier al die drie stokjes, drie stokjes, drie stokjes. Nu gaan we aan de tweede toer beginnen en dan draai je een beetje zo je werk, dat je het draadje weer onder zit. En dan beginnen we met vier, met even kijken, drie lossen, sorry, drie lossen, 1, 2, 3 lossen. Dan zet je een stokje in deze eerste opening, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan heb je je begin al gemaakt van je hexagon. Kijk, als dit je voorbeeld is, dan hebben we hier drie lossen en een stokje in de eerste opening gedaan. Dan gaan we 1 losse zetten en dan gaan we in die opening gaan we 2 groepjes van 3 met 2 losse maken. Dus we gaan 1 losse maken en in die opening, want dit zijn de hoeken, hier gaan we 2 groepjes van 3 met 2 losse erin zetten. Dit is 1, 2, 3, 2 lossen en weer een groepje van 3 stokjes in dezelfde opening, want dit worden de hoeken. Hoe we dit dadelijk aan elkaar haken, dat leg ik je dadelijk uit. Dus je moet de hele video afkijken, wil je het goed kunnen volgen. Nog 1 losse ertussen voor de ruimte te maken en dan gaan we aan de volgende hoek beginnen. En die volgende hoek is weer 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes. Dus omslaan in de opening. Dit is 1 stokje, 2 stokjes, 3 stokjes, 2 losse, 1, 2, want dit wordt weer de hoek. Dan gaan we weer nog een keer 3 stokjes in die opening maken. 1, 2, 3. Kijk, dan heb je hier die hoeken van de halve hexagon. En dan gaan we nog 1 losse maken. 1 losse. En dan gaan we in deze opening 2 stokjes maken. Omslaan. Insteek, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2 en nog 1 stokje. En je haalt je draad nog een keer om en je haalt door. Je pakt je schaar, je knipt je draadje af en je trekt je draadje door. En dan heb je je halve hexagon. En dan gaan we de hexagons aan elkaar haken en dan zie ik je dadelijk weer terug. We zijn nu zover dat we van de hexagon de rand eraan gaan haken, dat is de eerste rand. En we gaan natuurlijk de hexagons aan elkaar haken en dat is ook echt veel makkelijker om te doen. Kijk hoe leuk dat dit wordt. En hier ook de halve hexagon, die kan je ook gewoon aan de zijkant eraan haken. Kijk, ik zal even goed laten zien dat je ziet ook bij die halve dat je die eerste met die vier lussen en zo, die zijkanten, dat je daar een hele mooie zijkant van kan haken. En ja, want we gaan nu dus met een witte rand en daar kan je elke kleur voor kiezen. Je kan ook dezelfde kleur allemaal aanhouden, dat je één deken maakt met één kleur. Maar ik vond dit wel heel leuk met de verschillende kleurtjes. Dus we beginnen nu eerst met
Je begint eerst met een rand eraan te haken en ja, het principe is hetzelfde, dus het volgt gewoon zichzelf. Je begint met een opzetlus. En dan pak je je hexagon en je begint hier in te steken met je haaknaald, dus niet op de hoeken, maar in het midden. En dan pak je je draad op. En je haalt door, haalt om en door twee, dat die lekker vast zit. Dan nog twee lossen. En dan ga je hier nog twee stokjes in maken. 1, 2. Kijk, dan heb je hier weer het groepje van 3. Doe je 1 losse tussen. En dan zijn we weer op de hoek. En daar zetten we weer een groepje van 3 in. 1, 2, 3. Dan doen we 2 lossen. En dan gaan we in diezelfde opening weer 3 stokjes maken. 1, 2, 3. Dan zijn we weer hier in het midden. We pakken 1 losse voor de ruimte tussen de groepjes. En we zetten hier tussen weer alleen een groepje van 3 stokjes. 1, 2, 3. Dan gaan we weer naar de hoek, dus we doen 1 losse tussen voor de ruimte en in de hoek zetten we weer 2 groepjes van 3 met 2 losse ertussen. Dit is 1, 2, 3. Dan zetten we weer 2 losse tussen, 1, 2. En dan gaan we weer in diezelfde opening, gaan we weer een groepje van 3 stokjes maken. 1, 2, 3. Kijk, dan krijg je dit resultaat. Dus dit zijn de hoeken en dit is er een groepje van 3 ertussen. 1 losse, dan weer een groepje van 3, alleen hier in het midden. 1, 2, 3. Dan weer 1 losse voor de ruimte. En dan gaan we weer hier 2 groepjes van 3 maken met 2 losse ertussen. 1, 2, 3. 2 losse ertussen. En weer 3 stokjes. Komt het er zo uit te zien. En ik haak nog even gezellig mee. 1 losse. En we zijn weer tussen die 2 groepjes. Dus hier zetten we alleen maar een groepje van 3 tussen. 1, 2, 3. Dan nog 1 losse voor de ruimte. En dan zijn we alweer bij de hoek. En daar zetten we 3 stokjes. 2 losse en 3 stokjes in. Je kan ook de ondertiteling aanzetten bij deze video. Rechtsboven heb je 3 verticale puntjes. Ik heb nou 1 losse trouwens hier tussen nog gedaan onder het praten. Je hebt rechtsboven, boven je video, dus hierboven hier, daar heb je 3 puntjes en dan kan je de ondertiteling aanzetten. Je kan ook de snelheid aanpassen. Even opletten hoor, we zijn nu bij de hoek klaar. Ik heb er 1 losse tussen gedaan en we zetten hier weer een groepje van 3 stokjes neer.
1, 2, 3, 1 lossen en dan zijn we weer bij een hoek. Dat betekent 3 stokjes, 1, 2, 3, 2 lossen, 1, 2 en weer in dezelfde opening 3 stokjes, 1, 2, 3, 1 lossen tussen en hier zetten we een groepje van 3 neer, 1, 2, 3, 1 lossen en dan zijn we al bijna bij de laatste hoek. Kijk, dan wordt het een echte hexagon, hè? Een echte 6 hoeken. 1, 1, 2, 3, 4, 5 en we gaan nu de zesde maken. Dat is weer 3 stokjes, 2 lossen en weer 3 stokjes. En weer 1 lossen. En dan sluiten we de toer 1, 2, 3 in de derde lus. Je haalt je draad op en je haalt door 2. Dan nog een keer omslaan. En door 1. Pak je schaar. En dan knip je je draad af. En dan trek je door. En dit hoef je alleen maar bij de eerste hexagon te doen, want nu gaan we ze aan elkaar haken. En dan zie ik je zo terug. We gaan nu de hexagon aan elkaar haken. Kijk, en je ziet dat je deze nu nog aan deze wil haken, want ik kan natuurlijk wel mijn voorbeeld pakken, maar het is makkelijker dat je ziet van, oh, werkt het dus zo, omdat je dan dit hebt gemaakt, je hebt die gewone gemaakt, je hebt de witte rand erom gemaakt en deze lapjes hebben allemaal al klaar liggen. Kijk, ik heb ook al een, ik zal het even laten zien, heb een hele hoop lapjes eerst gemaakt, allemaal, ja, het zijn maar 2 toeren, dus je, ja, het haakt makkelijk weg. En ook die halve, die moet je ook even door hebben, maar die moet je gewoon even goed opletten. En dan gaan we ze nu dus aan elkaar haken. Dus ik leg even mijn voorbeeldje weg, want ja, hoe haak je het nu aan elkaar, want het is zo lastig om al die lapjes elke keer aan elkaar te haken als je dat los moet doen dan. Maar nu doe je het cross along, dus je bent aan het haken en je zet het meteen vast. Je maakt dus een opzetlus en je pakt de goede kanten bij elkaar. En dan ga je naast de hoek beginnen. En dan begin je met een steekje in, je haalt je draad op en je haalt door de lus en dan zet je nog 2 losse erboven. 1, 2. Kijk, iedereen doet het anders aan, hechten op zijn manier, maar ik doe het altijd zo. En dan doe je nog 2 stokjes, want dit wordt gewoon een groepje van 3. 1, 2, 1 lossen en dan gaan we de hoek aan elkaar zetten. Dus we gaan eerst nog in de hoek 3 stokjes maken. 1, 2, 3. Dan gaan we 1 lossen doen. En je pakt gewoon de goede kant en je pakt ook deze hoek en je steekt daarin, dus je laat de verkeerde kant gewoon liggen en je houdt de bovenkanten gewoon tegen elkaar. Je steekt in de hoek met je haaknaald en je draad pak je op en dan ga je met je haaknaald erlangs en dan haal je hem door 2 lussen. Ik doe er dan nog omslaan en
1 lossen. Dan ga je weer die 3 stokjes doen. 1, 2, 3. Kijk, je hebt deze hoeken dus al aan elkaar zitten. Ik doe nu nog 1 losse en dan pak ik de volgende opening van de witte rand. Daar steek ik dus in. Je haalt je draad op en je haalt door 2. Dan doe je nog omslaan en een losse. En dan ga je weer naar je kijk, dan heb je hier al een stukje aan elkaar gehaakt. Dus je haakt gewoon verder. Omslaan. Je gaat hier weer 3 stokjes in maken. 1 2 3 1 losse. Ik doe er elke keer 1 losse tussen de groepjes. Ik mijn draad goed leggen. Dan leg je het weer zo neer. Je gaat met je haaknaald in de opening, in de volgende opening. Dus je hebt hier weer die 3 stokjes gemaakt en dan pak je weer de volgende opening op. En dan pak je je draad weer op. Ja, dus je moet je draad eigenlijk even kijken hoe ik het beste kan uitleggen. Ik pak mijn draad zo dat ik hem door kan halen. Makkelijk doorhalen. Omslaan door 2. Of door 1, sorry hoor. Omslaan door 1. En dan ga je weer haken. Dus je bent weer gewoon verder aan het haken. Even kijken of ik al een los had gedaan. Ja, je doet altijd daarna nog even een losse. Dan omslaan en weer 3 stokjes. 1, 2, 3. En dan ga je weer deze opening zoeken. Insteken, je draad om de haaknaald en door 2 omslaan door 1. En dan heb je hier die hoek. Zie je? Je hebt het nu mooi aan elkaar gehaakt. Al hakende haak je het aan elkaar. Crochet along. En nu leg je je werk eventjes netjes zo neer. En dan ga je weer 1 losse doen. Omdat dit de hoek is, pak je 1 losse extra en dan zet je weer in diezelfde hoek 3 stokjes en een losse. Kijk, en als je het zo naast elkaar legt, dan heb je het aan elkaar gehaakt. En dan haak je deze, die haak je weer gewoon helemaal af. Zoals je het gewend bent, zoals je deze gehaakt hebt. Nou, dit is het voorbeeld. Echt, het is een leuke deken om te haken. Voor een meisje is dit. En je kan natuurlijk andere kleurtjes pakken. Je kan dezelfde kleurtjes pakken. Ja, ik zou zeggen, heel veel plezier ermee. Dankjewel voor het kijken. Nou, iedereen kan haken. Graag duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En hieronder staat mijn foto, op klikken en dan leer ik je weer de nieuwste haaksteken. Tot de volgende video!